Infrastructuur is een van de grote drijvers voor ontwikkeling. Maar dan moet het wel worden gekoppeld aan een concreet plan. Dat vindt Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de ASFA, die zaterdag als deel van het tripartiet overleg heeft deelgenomen aan de gesprekken met de regering. Bilkerdijk zegt nu al bijstellingen in het programma te hebben opgemerkt sinds hij in de hoedanigheid van ASFA, voorzitter, de presentatie aan het begin van de vorige week had bijgewoond. Tijdens het onderhoud is er bijvoorbeeld gekeken naar de situatie van het Paranam Industrial Central, omdat voor het brengen van industriële ontwikkeling er gekeken moet worden naar het opzetten van industriële centra. Dat is eigenlijk vandaag ook wel aan de orde geweest en dus ook wel aangegeven dat inderdaad die bijstelling komt naar die concrete plannen die horen bij. Dus niet alleen het willen aanswengelen van de economie op basis van infrastructurele werken, maar dan gelijk ook wel koppelen aan die plannen die je op termijn wil uitvoeren. Dus dat is eigenlijk het meest cruciale dat in feite vandaag aan de orde is geweest. Waar ik zeg, vanuit dat geeft een beetje meer vertrouwen in wat is gepresenteerd. Bilkerdijk geeft verder aan dat er vooral vanuit de vakbeweging is gepleit voor het creëren van banen. Daarnaast is tijdens het onderhoud ook gesproken over de parastatale bedrijven die extra inspanningen moeten doen om door de crisis te komen. Ook is bekeken welke van deze bedrijven geprivatiseerd kunnen worden. Wel moet voor worden gewaakt dat de privatisering niet gaat naar enkelingen, maar dat lokale investeerders in de gelegenheid worden gesteld mee te investeren, besluit ASFA-voorzitter Wilgo Bilkerdijk. De afspraken die nu zijn gemaakt houden in dat uitgenodigde organisaties de presentaties krijgen toegestuurd, zodat zij deze op schrift van commentaar kunnen voorzien.